Mijn naam is Thomas van den Dorpen. Ik werk sinds iets meer dan een jaar als verantwoordelijke van de museumshops, de ticketingdienst en de reservatiedienst voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Ik vind het zeer moeilijk om een favoriet werk te kiezen uit de selectie van duizenden meesterwerken, maar ik heb gekozen voor een pasteltekening van Fernand Knopf, genaamd Over de Stilte. Fernand Knopf is een Belgische artiest die gekenmerkt is voor het symbolisme. En hij is afkomstig ook uit een schildersfamilie die Oostenrijks-Portugese roots heeft en zich in de 18e eeuw eigenlijk in Brugge gevestigd heeft. Op dit werk zien wij een vrouw met hemelsblauwe ogen die gekleed is in een wit gewaad, handschoenen aan en die ook een blijk heeft van een soort melancholie en tristesse. En het is eigenlijk die melancholie en mysterie eigenlijk die rond dit werk hangt, die mij ook zo fascineert en ja, waar ik eigenlijk mezelf ook volledig in kan verdwalen. Telkens als ik dit werk zie, dan vergeet ik eigenlijk voor een paar minuten alles en iedereen rondom mij en kan ik ja, echt die innerlijke rust eigenlijk ook terugvinden en ja, fantaseren over alles wat die vrouw denkt, wat ze doet, wat haar verhaal is. En dat is eigenlijk waarom ik gekozen heb voor dit werk.